Maar ja, dit is zo suf, hè? Om maar op de thumbnail te gaan. Hallo, leuk dat je kijkt naar mijn Action Channel. Nee, dat gaat niemand leuk vinden. Helemaal, leuk dat je kijkt naar mijn nieuwe video. Ik heb hier een mega tas naast me staan. Wel van de Kruidvat, want dat is de enige die ik mee had. En ik had een tas nodig. En ik vind het zonde om constant maar tasjes te kopen. Terwijl dat ik hier heel veel Action tassen heb liggen. Dus waarschijnlijk voor de thumbnail ga ik even een Action tas zoeken. Want anders is het zo confusing. En dan denk je, Action, Kruidvat, what's going on? Dus op de thumbnail staat waarschijnlijk wel een Action tas. Of ik hou producten vast. Dat kan ook gewoon. Goed, ik moet het niet moeilijker maken dan dat het is. Hij zit helemaal vol, dus ik ga ook gelijk beginnen. Er was niet specifiek iets wat ik nodig had. Dan krijg je gewoon het geval van, dit is leuk. En dat is leuk. En dat is leuk. En dat is leuk. En dat is nu ook gebeurd. Maar ja, ik heb niet complete onzin gekocht. Het is allemaal wel een beetje nuttig en bruikbaar. En ik ben niet meer zo van de overdreven decoratie. Dus op zich valt dat nog wel mee. En dat zeg ik terwijl het bovenste product onnodige decoratie is. Het is een dromenvanger. En het lijkt me heel erg leuk om deze op het balkon te hangen. Want binnenkort krijgen wij een heel erg klein tuinsetje binnen. Want ons balkon is echt zo ontzettend klein. En het lijkt me wel leuk om het balkon gewoon iets leuker te maken. Want over het algemeen is ons balkon een opslaghok voor karton en vuilniszakken. Want wij zijn altijd een beetje lui om gelijk naar beneden te lopen. Dus staat het op het balkon. Maar misschien als we het leuk maken dat we het ook leuk kunnen houden. Dus ik zag deze en ik vind hem heel erg mooi. Hier hang je hem dan aan op. En dan zitten er allemaal veren aan. En van die mooie, ja, zilveren dingetjes. En kralen en een touw hier in het midden. En ik vond deze gewoon echt heel erg mooi. Dus als deze, het is een beetje onnodig. Maar op zich voor op het balkon waar nog niks hangt. Kan het wel. Mag het wel. Probeer het gewoon goed te praten voor mezelf. Ik heb scheermesjes gekocht. En eigenlijk gebruik ik stiekem altijd die wegwerpmesjes van Mitchell. En hij vraagt zich altijd af, waarom gaan mijn mesjes zo snel? En dan denk ik, ja, misschien gebruik je er gewoon ontzettend veel. Maar ik gebruik ze ook. Dus nu heb ik deze voor mezelf gekocht. En dat zijn gewoon die van Venus. Die waren echt volgens mij 4 euro. En deze gebruik ik dan eigenlijk puur alleen voor mijn benen. Voor mijn oksels gebruik ik nog steeds die goedkope wegwerpdingen. Dus hier doe je in principe wel lang mee. En ik scheer heel vaak, en dat is super slecht, even snel droog. Als ik dus een jurkje aan moet of een korte broek of iets. Ik raad het je niet aan, want dan krijg je heel snel allergie van. En van die irritante ingegroeide haartjes en rode bultjes en zo. Maar ik doe het dus wel. En als ik het doe met die van Venus, waar niet iets van spul in zit, maar gewoon droog, dan gaat het wel. Ik haat het als het onverwachts lekker weer is en je wilt toch een korte broek aan en je hebt je benen gewoon al weken niet geschoren. Want confession, dat gebeurt wel eens. Ik denk dat iedereen, elke vrouw dat wel eens heeft. Tenminste, dat denk ik. Daar ga ik vanuit. Dus dan is droogscheren voor mij op dat moment echt gewoon de key om even snel. En dan krijg ik geen rode bultjes en dan is het helemaal prima. Niet daarna body lotion opsmeren, want dan krijg je wel rode bultjes en dat brandt heel erg. Next is een manicure setje. Niet voor mij, maar voor de baby. Die is er nog steeds niet. Misschien als deze video online staat wel. Want ik weet niet wanneer deze video komt. En dit hadden we dus niet. Al dacht ik van wel. Je hebt het niet gelijk nodig. Maar ik dacht dan hebben we het maar vast in huis. Het is gewoon zo'n nagelschaartje. Nagelknipper, vuil. En dit ken ik niet. Maar dat zat er ook bij. Mensen die mij kennen, die weten dat ik altijd vogelvoer meeneem bij de Action. Maar dat is er niet meer. Want het seizoen dat je vogels moet bijvoeren is een beetje voorbij. Dus ja, het vogelvoer ligt er bij ons ook niet meer. Maar wat ik ook altijd meeneem zijn kattensnoepjes. En vooral deze vinden ze ontzettend lekker. Elke ochtend is gewoon routine dat ze een paar snoepjes krijgen. Dat weten ze ook. En dit zijn tot nu toe de enige die ze eten. De rest laten ze liggen. Die hoeven ze niet totdat ik deze pak. En dan gaan ze eten. Daarna eten ze de snoepjes die ik dan eerder heb gegeven. Dus eigenlijk zijn ze gewoon super verwend en laat ik dat toe. Maar dat maakt me niet uit. Katten blij, mama blij. Dan ook voor de katten. Voor van de zomer is een verkoelende... Nee, een koelende... Nee, want het koelt niet. Een koelfunctie... Oh... Een koelfunctie, ja wel dus gewoon. Dit is een drinkbak voor
water. En deze doe je ongeveer 2 uur in de vriezer. En dan blijft die heel erg lang koud. En dat komt dus omdat er van die speciale balletjes in zitten. En als je dit dus koelt... Oh, wacht. Je kan ook gewoon alleen deze erin doen. En als je dit dus in de vriezer doet, dan worden die balletjes een beetje bevroren. Of helemaal bevroren. En dan blijft het water hierin super, super koud. En wij hebben in de zomer echt een heel erg warm huis. Dus ik denk dat ze dit wel heel erg gaan waarderen. Dan in het kader van lui zijn wat betreft scheren, nam ik ontharingscreme mee. En ik weet nog dat ik dit vroeger dus altijd droeg. Al mijn vriendinnen die hadden zoiets van het werkt niet. En het werkte ook echt niet bij hun. En bij mij had ik altijd zoiets van dit werkt zo top. Je smeert het op, je laat het even zitten, haalt het er dan af met zo'n speciale schraper en weg is je haar. En echt gewoon 2 weken in plaats van 24 uur waarin je stoppels alweer te voelen zijn. Want normaal als ik scheer, dan is het in de ochtend echt dat ik denk, oh zo glad. En echt 3 uur later stoppels. Dat vind ik echt heel erg vervelend. En met die crème is het niet. Alleen, ja, ik weet niet of het nog steeds hetzelfde is als heel wat jaar geleden. Oh, deze hoef je ook echt maar 3 minuten te laten zitten. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik kan het niet testen nu, want op dit moment heb ik geen haar. Maar ik zal het een keer testen en dan laten zien in een weekvlog of zo of het werkt of niet. Ik kocht 2 keer tandpasta. Ik ben echt dol op Colgate. Oh, hier zie je dat beter. En ik weet dat heel veel mensen altijd zeggen, ja, dat is super slecht voor je gebit. Want er zit dit en dit in en dat en dat. Maar voor mijn gebit werkt het eigenlijk gewoon prima. Ik heb eigenlijk nog nooit een gaatje in mijn leven gehad. 1 keer, maar dat was in mijn melkies. En die is er inmiddels uit. Dus eigenlijk heb ik gewoon 0 keer een gaatje gehad. Laten we daarop houden. En dit is echt degene die ik het liefst altijd gebruik. Maar Michel vindt deze heel erg lekker. Die had hij een keer vorige keer meegenomen. Uit nood, want we hadden geen tandpasta. Toen kon hij alleen maar deze vinden in de winkel. En die vindt hij nu heel erg fijn. Dus ik dacht, nou, dan hebben we allebei maar een tandpasta. Deze nam ik ook mee voor Mitchell. Hij vindt de geur heel erg lekker van de Miracle Moist van Aussie. En ik vind het ook heel fijn als hij die gebruikt voor zijn haar. Wanneer hij zijn haar ermee wast, ruikt het zo lekker. En als ik mijn haar ermee was, dan ruik ik het niet. En hij had toen 1 keer stiekem mijn shampoo gebruikt. En ik rook het gelijk. Ik dacht echt, jij hebt Aussie gebruikt. Nee, helemaal niet. Nou, jawel. Maar ik gebruik het inmiddels niet meer. Want het doet niet heel erg veel voor mijn haar. Hij heeft ontzettend makkelijk haar. Dus het maakt hem echt letterlijk niet uit wat voor shampoo hij gebruikt. Dus dit is de Miracle Shine voor glansloos haar. Maar hij ruikt amazing. Echt die typische kauwgomballen Aussie lucht. En zo wordt zijn doffe en futloze haar intensief verzorgd en glanzend gemaakt. Dus nou, daar is hij vast heel erg blij mee. Ik zag deze sokken en ondanks dat ik niet echt sokken nodig heb, werd ik gewoon verliefd op het design. Want het is panterprint en het is mintgroen. En op de achterkant... En op de achterkant staan stipjes, of zijn stipjes. Het zijn zeg maar 2 paar. Dus de achterpaar is dan met stippen. En ik vond deze dus heel erg chill, omdat iedereen kent het wel die de was doet. Zwarte sokken bij elkaar zoeken is echt een crime. Echt, ik haat het. Dus eigenlijk hoop ik dat deze net zo goed zijn als degene die ik heb. Want degene die ik heb, die zijn wel met een plasticje hier aan de achterkant, zodat ze blijven zitten. Maar als deze ook blijven zitten, dan heb ik liever gewoon dit. Dan hoef ik ook niet meer sokken bij elkaar te zoeken. Oh, lekker. Dan is dit gewoon wat ik voortaan ga dragen. En ik heb ook nog wel zwarte. Maar ik dacht, ja, dat is gewoon puur voor om te kijken of ze goed zijn. Ik heb ook nog lekkere grote onderbroeken gehaald. Zonder naad, zonder iets erin. Het is gewoon echt zo'n heel futloos stofje, maar ik denk dat dit heel erg fijn gaat zitten voor als ik bevallen ben. Want ik denk dat ik dan niet echt meer heel erg veel zin heb in strings en kant en dat soort dingen. Het lijkt me niet echt heel erg fijn. Dus even kijken of dit goed is en dan kan ik er altijd nog meer halen. Ook voor op het balkon nam ik 2 kussenhoesen mee. En dat zijn deze. En er liggen daar kussens eigenlijk om weg te gooien. En toen dacht ik ineens, maar wat nou als ik gewoon die lelijke kussenhoes ervan afhaal? Dan heb ik wel binnenkussens, of zeg maar binnenkussens voor erin. En dan kan ik gewoon een andere hoes eromheen doen en dan zijn ze weer leuk. En daarna dacht ik, hoe leuk is deze combinatie? En dat we dan een beetje dit stijltje op het balkon gaan doen. Dus ik was helemaal happy in de action dat ik dacht, hé, dat past super leuk bij elkaar. Dus ik heb er 2, want we hebben 2 kussens die we dan weg gaan doen. Dus die kan ik hiervoor gebruiken. Niet heel boeiend, wel heel lekker zijn wc-blok dingen.
Altijd als die er net in hangen, dan vind ik die geur zo verschrikkelijk lekker. En deze lagen dus bij de ingang. En ik kwam de Action binnen en ik dacht, wat ruik ik? Wat ik ruik, moet ik hebben. En ineens kwam ik bij deze en toen dacht ik, yes, dit zijn ze. Het is de Bali geur en ja, ik kan niet omschrijven hoe het ruikt, maar het ruikt gewoon naar het plaatje. Ik weet niet, als je het plaatje ziet, dan is het een beetje logisch wat je ruikt. Beetje bloemig, beetje fris, beetje natuur. Gewoon echt heel erg lekker. En dus twee. Dan nam ik een luchtverfrisser mee voor in de wc. Wij hebben eigenlijk nooit luchtverfrissers als zijn van dat, echt dat poepspray. Van dat, hoe noem je dat? Ja, dat heet ook luchtverfrissers toch? Nou, dat lavendelachtige gedoe, dat hoef ik allemaal niet. Dat vind ik heel erg vies. Toevallig is dit lavendel en patchouli, maar de geur hiervan is heel erg lekker. En ik vind het gewoon ook leuker staan dan zo'n lelijke fles in de wc. Dus ik nam die mee, maar ik nam ook deze mee. En dat komt omdat ik hem er heel erg leuk uit vond zien. Dit is Delicate Ginger and Lily. En ja, de geur hiervan vond ik meh. Maar aangezien dit flesje waarschijnlijk heel erg snel leeg is, is daarvoor daarna deze. Dan nam ik nog twee slabbertjes mee. Eigenlijk hebben we daar meer dan genoeg van. Maar ik vond ze heel erg schattig. En ik denk uiteindelijk dat je er nooit genoeg hebt. Ik vond deze wel heel erg schattig met die olifantjes en dan de kleurcombinatie. Ook niet heel boeiend, maar wel altijd perfect om in huis te hebben zijn schoonmaakdoekjes. Wij gebruiken dit voornamelijk eigenlijk heel erg veel voor de kattenbak. We doen één keer in de zoveel tijd echt een grote schoonmaak, sop, alles inclusief. Maar tussendoor vind ik het fijn om dan gewoon lekker simpel dit te gebruiken. Ook niet heel boeiend is een keukendoek. En ik werd een beetje verward, want het is dus een theedoek en een handdoek in één. En in mijn hoofd klopt dat niet. Want een theedoek is een theedoek en een handdoek is een handdoek. En dat je dan dus hetzelfde gebruikt voor twee dingen, dat klopt bij mij niet. Dus eigenlijk heb ik hem gewoon meegenomen als zijnde een handdoek. Want ik denk dat hij als theedoek ook gewoon flut is. Maar ik vond hem heel erg leuk, want er staat dus een hele grote kreeft op. En ik vond de kleur heel leuk. Het is een beetje dat crème beige en dan zo'n grote zwarte kreeft. En dan kan je hem ophangen. Dan zie je er helemaal niks meer van. Dus ja. Oh, okay. Op zich valt het wel mee. Dan zie je nog wel een beetje wat het is. Dus dat is deze. Ik moet dan alleen nog even een theedoek voor erbij vinden in dezelfde kleur. Het moet wel matchen bij elkaar. Maar dat hadden ze dus niet. En dat vind ik echt balen. Dan werd ik echt verliefd op washi tape. En ik gebruik dat voor mijn bestellingen, voor mijn webshop. Linkje staat altijd in de bio. Ik krijg altijd vragen wat de webshop dan is. Maar het staat altijd gewoon in de beschrijving van de video. En als ik kleding inpak, dan doe ik dat onder andere met washi tape. En dit zijn de leukste die ik ooit gevonden heb. En ook echt de laatste. Ik heb alles doorgezocht, maar ik kon het gewoon niet vinden. Deze vond ik dus echt geweldig. En dan vooral natuurlijk het panterprintje en de panter zelf. Maar daarboven die blaadjes vind ik ook echt geweldig. En die tekst daarboven is Go Get 'em Tiger of zo. En ja, ik weet niet, ik vind dit echt zo ontzettend mooi. Ik denk dat het leukste is die ik ooit gevonden heb. En deze vond ik ook heel erg tof. En dat is dus met Boss Babe en You Go Girl. En gewoon helemaal upliftend en feminist en girl power. Dus ja, helemaal leuk. Dan nam ik nog iets mee voor in mijn tas. En dat is gewoon zo'n alcoholachtige reinigingsgel voor je handen. Gewoon een handgel dus. In Perfectly Peach. En ze hadden 4 of 5 geuren. De een nog chemischer dan de andere. En deze viel op zich nog wel mee. Ja, het is nou niet echt dat je denkt, wow, lekker verse persik van de markt. Het is wel echt een chemische persik, gewoon uit een fabriek. Maar ik vind het altijd heel erg handig in mijn tas. En ik had het al heel erg lang niet meer, dus nu wel. Ook voor op het balkon nam ik deze kaars mee, omdat ik dat heel erg balkonnig vind. Ik weet niet, ik krijg echt een buitengevoel van deze kaars. De geur is niet spectaculair, maar hij is wel gewoon subtiel. En ik denk als je buiten gaat branden, dat je het toch niet eens... Waarom krijg ik hem niet open? Oh, hè. Maar dus dat je hem buiten toch niet ruikt, want je bent buiten. Op zich is de geur wel oké. Het is heel erg subtiel, een beetje zeg maar in de verte dat het lekker ruikt. Ja, nee, voor de geur zou ik hem niet kopen, maar ik zou hem heel erg leuk vinden als dat eetsetje binnenkomt om hem op tafel te zetten. Oh, hij heet niet Blossom. Hij heet Taupe Bird. Dus een Taupe Bird.
Nog een kaars, mocht eigenlijk absoluut niet van mezelf. Maar ik vind deze heel erg mooi en ik vind het geluid van deze heel erg rustgevend. Het is namelijk zo'n kaars met een houten lont. En dan hoor je ook echt het hout knisperen. En dan denk je echt, oh, zo chill. En ik vind ze ook gewoon nog eens heel erg mooi. Het is gewoon een hele zwarte kaars met dan dit logo hieronder. En that's it. En de geur doet me een beetje denken aan een zoete man. Dus het heeft iets mannelijks. Maar die man houdt dan wel van zoete geurtjes. Dus de man draagt zoete geuren. Eigenlijk zit er totaal niks mannelijks aan, ruik ik nu. Ik dacht dat dat mijn eerste ingeving was dat het wel naar mannen rook. Ja, het ruikt wel echt naar snoepjes of zo. Niks mannelijks aan. Ik snap niet waar ik dat vandaan haalde. Dan nam ik nog uit voorzorg twee After Sun maskers mee. Dit hadden we vorig jaar mee op vakantie van Garnier volgens mij. En die was zo ontzettend fijn na een dag in de zon. Er zit ook aloe vera in en echt al op de vierde plek van de ingrediëntenlijst. Dus dat is best wel hoog. Dus dan zit er ook daadwerkelijk aloe vera in. En dat is eigenlijk altijd wel heel erg fijn voor na het zonnen. Dus daar nam ik er twee van mee. Ik nam ook nog een masker mee voor onder de ogen. Ik heb sowieso echt een zwak voor onder de oogmaskers. En ik heb er wel genoeg. Alleen deze kende ik nog niet. En was heel erg goedkoop. En wil ik gewoon heel graag proberen. En als allerlaatst nam ik dan nog van die exfoliërende sokken mee. En dit is voor eelt. En nou heb ik geen eelt. Maar ik heb wel altijd in de zomer hele droge voeten. Waardoor ik velletjes krijg. Eigenlijk niks helpt. En toen dacht ik misschien als ik nou dit probeer dat het wel wat doet. En er staat hier dat na 5 tot 7 dagen laat het eelt geleidelijk los. Het vervellingsproces duurt ongeveer 1 tot 2 weken. Trek de huid niet zelf los. En daar gaat het dus mis. Want dat gaat wel gebeuren. Als ik losse velletjes zie, dan moet het eraf. En dat was dan alles wat ik deze keer kocht bij de Action. Volgens mij valt het wel mee. Daarom schrok ik ook best wel dat het 66 euro was aan de kassa. Ik dacht echt, nee, dat kan niet. Want dan ga ik in de auto dan het bonnetje controleren. En dan denk ik, ah kak, het is echt wel zo. Maar goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze Action Shoplog te zien. Als het zo is, doe dan even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende video. Doei doei!